Als we nu de stalbocht gaan aansnijden met Velten Bellagio een lengtevoorsprong. Maverick op de tweede plaats en in derde positie Carol Bianco. De vierde plaats is voor Mercedes Star, die geflankeerd wordt door Mas Wijnes. Dan Lovelore Schermer, ja, de buitenzorg. En daarachter volgt dan Miss Ocagne. We gaan door de bocht op weg naar de overzijde voor de laatste maal. En onveranderd Ferry Hollander die de pace in de race bepaalt met Velten Bellagio. Velten Bellagio, Maverick, die ligt dan in de wachtkamer. En daarachter op de derde plaats is het dan Carol Bianco. Ook die heeft zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. Verder weg in het veld dan Mercedes Star, Mas Wijnes, Lovelore Schermer, Jade Beukenswijk en laatste Miss Ocagne. We gaan de Tjaarda-bocht in. Dat is tevens ook de laatste bocht. Dan is het nog altijd Velten Bellagio die dicteert. Met in tweede stelling dan de gele kanarie van dienst. Maverick met Hiltje Tjalsma, de vliegende Vries in. En verder weg volgt dan aan de buitenzijde opkomend Carol Bianco. Dat zijn op dit ogenblik de drie principalen met Lovelore Schermer, die ook nog een woordje gaat meespreken. En inmiddels zijn we in de laatste rechte lijn. En dan is het Velten Bellagio die nu de aanval krijgt van Maverick. Je kon erop wachten. Hiltje Tjalsma, die gaat nu naar het front. Neemt de leiding over. Heeft een lengtevoorsprong genomen op Miss Ocagne, op de tweede plaats moet ik zeggen, die Velten Bellagio. En zo gaan we over de finish. Op de derde plaats is het dan ook nog Carol Bianco. Dat is de 1-2-3. De winnaars van de laatste koers, de Prix Fred Handelaar, de amateurkoers, is officieel gewonnen door paard nummer 2 Maverick met Hiltje Tjalsma. Hiltje, ik denk wel eens, wat heb jij in je handen wat anderen niet hebben? Nou, weet ik niet, maar ze ging goed. Het was vandaag een sterk veld, maar ze loopt fantastisch voor je. Ja, dat is ook, ik zei tegen Bas, wat denk je ervan? Hij zegt sterk veld, goede paden. Hij zegt, kijk maar. Ja, dan denk je, ja, nou ja. Ja, ik doe mijn best. Ik denk, ik ga me even trekken. Hoop ik, laat ik één iemand gaan, of Robertson of Velten Bellagio. En dan op die rug. En dan heb ik misschien kans om te winnen. Wat je bedacht kwam precies uit? Ja, ging perfect. Ging perfect. Had je de laatste bocht wel een idee van, ik kan de favoriet verslaan? Nou, ik denk, ik weet niet wat jij hebt, Ferry, maar ik heb nog wat. Ik denk, en ik hou hem graag op die rug. Ik denk, en dan kijk ik hem misschien net overheen. En het zijn ook hele belangrijke punten voor het kampioenschap, denk ik. Ja, maar zover is het nog lang niet. Maar ik bedoel, het is gewoon leuk om te winnen natuurlijk. Iedereen wil toch winnen? Ze tellen wel. Ja, tuurlijk. Gefeliciteerd, we gaan huldigen. Paard nummer 2, Maverick, is een vierjarige bruine merrie van Virtue Boco uit de goede Daisy Boco. In eigendom van de gele Canaris Noord, trainer Bas Krebas. En de winnende rijdster is Hiltje Tjalsma. De foto wordt geregisseerd door Peter Delers. Iedereen op de foto met Maverick en Hiltje Tjalsma, trainer Bas Krebas aanwezig. En natuurlijk ook bij de laatste koers Remco Lohman die zijn taak vervult. U kunt in de handen voor de laatste winnaars. Dat is paard nummer 2 Maverick. Die hier rondging in een kilometer tijd van 1:13:06. Meter 50 meter
30 meter. Start gevallen. Auto klapt de vleugels in en de amateurs en amatrices gaan van start. En de eigenaarrijders waren in deze koers startgerechtigd. En het is Robertson BB die leiding heeft genomen. Robertson BB, maar die maakt een galopade en daar maakt gebruik van. Uitgeschakeld Velten, nummer 5, galop nummer 5. Velten Bellagio door de leiding te nemen. En die heeft nu een aardige voorsprong van toch wel een lengte of 3. Yannick Mollema met Carlo Bianco. Die gaat proberen het gat naar het tweede paard dicht te rijden. En dat tweede paard is Maverick. En die ligt dan weer natuurlijk achter de leider. Dan hebben we gelijk het drietal gehad dat de koers op dit moment dicteert. Enkele lengte daarachter volgt Mercedes Star. Gevolgd door Lovelooy Schermer. Daarachter Maas Heines en Jade Beukenswijk. Met verder weg dan Miss Okanje. En zo gaan de deelnemers dan de Tjarda-bocht in. En heeft Ferry Hollander de leiding met Velten Bellagio. Velten Bellagio heeft een lengtevoorsprong op Maverick. En daarachter volgt in derde stelling dan Carol Bianco. Zo komen de paarden dan richting rechte lijn voor de tribune. Wat verder weg Mercedes Star. Aan de buitenzijde zien we Samantha Stolker. Zij piloteert in dit gezelschap Maas Finest. Met daarachter dan Lovelooy Schermer. En zo zijn we dan weer in de rechte lijn voor de tribune. Verder weg dan nog Jade Beukenswijk. En zo gaan de deelnemers dan richting laatste ronde. Terwijl Miss Okanje eruit sluit in dit veld. Als we nu de stalbocht gaan aansnijden met Velten Bellagio. Een lengtevoorsprong. Maverick op de tweede plaats. En in derde positie Carol Bianco. De vierde plaats is voor Mercedes Star. Die geflankeerd wordt door Maas Finest. Dan Lovelooy Schermer. Jade Buitenzorg. En daarachter volgt dan Miss Okanje. We gaan er door de bocht op weg naar de overzijde voor de laatste maal. En onveranderd Ferry Hollander die de pace in de race bepaalt met Velten Bellagio. Velten Bellagio, Maverick, die ligt dan in de wachtkamer. En daarachter op de derde plaats is het dan Carlo Bianco. Ook die heeft zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. Verder weg in het veld dan Mercedes Star, Maas Finest, Lovelooy Schermer, Jade Beukenswijk en laatste Miss Okanje. We gaan de Tjarda-bocht in. Dat is tevens ook de laatste bocht. Dan is het nog altijd Velten Bellagio die dicteert. Met in tweede stelling dan de gele kanarie van dienst, Maverick, met Hiltje Tjalsma, de vliegende Vries in. En verder weg volgt dan aan de buitenzijde opkomend Carol Bianco. Dat zijn op dit ogenblik de drie principalen met Lovelooy Schermer. Die ook nog een woordje gaat meespreken. En inmiddels zijn we in de laatste rechte lijn. En dan is het Velten Bellagio die nu de aanval krijgt van Maverick. Je kon erop wachten. Hiltje Tjalsma, die gaat nu naar het front. Neemt de leiding over. Heeft een lengtevoorsprong genomen. Op Miss Okanje, op de tweede plaats moet ik zeggen. Die Velten Bellagio. En zo gaan we over de finish. Op de derde plaats is het dan ook nog Carol Bianco. Dat is de 1-2-3.